Wat is eigenlijk de purpose, het doel van deze aflevering? Nou, afgelopen ja, anderhalve maand, denk ik ondertussen wel. is er eigenlijk in ons leven in korte tijd zoveel gebeurd. van dusdanig heftige intensiteit. Zowel op emotioneel vlak, als fysiek, als mentaal. En twee dingen die eigenlijk ons leven apart van elkaar al gigantisch op hun kop zouden zetten. Namelijk, enerzijds, de geboorte van Jason. Anderzijds het sterven van mijn moeder. Ja, daar gaan we naar kijken hoe daarmee om te gaan. Hoe in combinatie met een bedrijf, met een relatie, met een, nou ja, hoogzwanger, ik in dat geval. Um, hoe ga je daarmee om? Hoe kun je toch blijven functioneren, voorkomen dat je volledig instort, maar wel ook alle emoties te laten zijn zoals ze er nou eenmaal zijn. Hey, hartstikke leuk dat je weer luistert naar de Lifestyle of Business Podcast met Jon en Jeannette. Een hele goede dag, vrienden van de Lifestyle of Business Podcast. Het is wederom een bijzondere aflevering. Ik zeg regelmatig dat het een bijzondere aflevering is, maar dit is er eentje. Ga er maar eens even goed voor zitten. Stoer me vast waarom? Ik ben niet alleen dit keer. Ik heb ook geen special guest. Nou ja, ik heb een hele special guest, eigenlijk zou je kunnen zeggen: een, een gouden ouwe, een bekende naam. Heb je vaker gehoord? Het is de one and only. Jeanette Wolf. Jeanette, welkom. Ik ben vereerd dat je er weer bij bent. En ik vind het geweldig leuk ook dat je er weer bij bent. Nou, fijn. Ik ben heel blij dat je zo blij bent. Ja, wat vind je van de aankondiging? Weet fantastisch. Ja, echt. Next level. Ja, maar, maar weet je, joh, jij bent er even uit geweest, hè? Ja. En daar gaan we zo natuurlijk meer over vertellen. Hoe dat... lang eigenlijk? Hoeveel afleveringen? Nou, ik denk. Dat valt op zich nog wel mee. Ik denk een aflevering of 5, 6 of zo. Oh, ja. We waren natuurlijk al lekker vooruit aan het lopen. Ja, ja. En toen in één keer is dat bruut verstoord. Ja. Door ook hetgene waar we vandaag over gaan spreken. En ja, toen heb ik het opgevangen. Ik heb het echt met wagen. Met, hoe noem je dat? Ik heb het in ieder geval met veel plezier waargenomen. <laughs> ja. Laat ik het zo zeggen. Maar het kan toch niet tippen aan die afleveringen samen. Nee, snap ik. Dus ik ben blij dat je er weer bent. Hoe gaat het met je op dit moment? Op dit moment gaat het goed. Oké. Okay. En wanneer niet? Andere momenten wel eens. <laughs> ja. ja, ik kijk, ik richt me heel ook even tot de, de YouTube vrienden. Leuk dat jullie er ook weer zijn. Het kan zijn voor de oplettende kijker, als je nu wat inzoomt op mij, als je wat inzoomt op Jeanette, dat we er vermoeider uitzien dan dat je van ons gewend bent. En dat je wellicht ook een verschil ziet in mijn buik. Dat je wellicht ook een verschil ziet in de omvang van Jeanette de buik. Het is niet dat ze een skippybal onder de t-shirt had de volgende keren. Nee, daar zat een kind. En dat kind is er nu uit. Waar is hij eigenlijk op dit moment? Boven, hè? Oh, nee, want de, de kijkers en de luisteraars die vragen ze misschien af: Goh, het is acht dagen geleden dat, dat je bent bevallen. Dat weten ze dan niet, maar dat zijn gewoon. Bij nu. deze, ja. En uh, ja, dat kan toch niet zomaar, want je kan de kind van acht dagen toch niet alleen laten. Nou, ten eerste, hij slaapt heel erg veel, dus het zou ook zomaar kunnen. <laughs> ja. Maar hey, we hebben bezoek van oma. Oma zit er, erbij. Maar, anyway, Jeannette, wat is eigenlijk de purpose, het doel van deze aflevering? Nou, afgelopen ja, anderhalve maand, denk ik, ondertussen wel. Is er eigenlijk in ons leven in korte tijd zoveel gebeurd van dusdanig heftige intensiteit? Zowel op emotioneel vlak als fysiek als mentaal. En twee dingen die eigenlijk ons leven apart van elkaar al gigantisch op hun kop zouden zetten. Namelijk enerzijds de geboorte van Jason, anderzijds het sterven van mijn moeder. En. Die twee die zijn zo ontzettend dicht op elkaar gevallen en nou kind krijgen was niet onverwacht want daar waren we zelf bij toen het ook verwekt werd en zo. Oh ja. Ja, maar vooral het met mijn moeder is ja dat is heel plotseling gekomen. Kijk ze was natuurlijk al jaren had ze kanker, maar het ging eigenlijk heel goed totdat het heel heel slecht ging ineens en binnen vijf weken was ze dood. En ja, daar gaan we naar kijken hoe daarmee om te gaan. Hoe in combinatie met een bedrijf, met een relatie, met een nou ja, hoogzwanger, ik in dat geval. Um, hoe ga je daarmee om? Hoe kun je toch blijven functioneren, voorkomen dat je volledig instort... maar wel ook alle emoties te laten zijn zoals ze er nou eenmaal zijn. Ook nu, want nu zitten we eigenlijk ja, en in rouw en in intens genieten en, en, en vreugde... Hoe laat je dat naast elkaar bestaan? En ook hier weer met je relatie erbij, met een bedrijf erbij, eigenlijk met alle dingen die gewoon ook in het leven aanwezig zijn. Ja, dus het is weer een, een mengelmoes, zoals we dat vaker hebben gedaan. Um, een beetje privé, dus persoonlijke update. Maar anderzijds de lessen die je daar ook weer uit kan halen. Maar ook waarom wij dit best wel hebben kunnen doorstaan. Ik zou niet zeggen makkelijk, want het is niet makkelijk. We hoeven er ook niet luchtig overheen te stappen. Maar. Ik durf wel te stellen dat als wij dit vijf jaar geleden hadden gehad. dan hadden we het veel lastiger gehad ja. deze periode dan nu. om dit allemaal te kunnen trekken. Ja. Dus we zullen er in ieder geval in die context ook naar kijken. zodat je als luisteraar. er ook buiten de misère die wij hebben meegemaakt. dat je er ook gewoon wat van kan leren. Ja, ja want het is natuurlijk te kopiëren op veel verschillende vlakken. Ik kreeg toevallig gisteren een mail van iemand. en zij zegt. joh, Jeanette, ik vind het super waardevol. al die mails die je stuurt. dat was rondom de University of Excellence. ze zegt, maar ik, zit, ik ben. Ik ben Ineens gescheiden, want mijn man heeft eigenlijk alle dingen op financieel vlak echt verpest. Um, ik heb geen idee meer wat ik moet doen. Ik had het luxe leven, nu leef ik in de bijstand. En ik weet oprecht niet waar ik moet beginnen. En, en de dingen die wij gaan delen, die kun je over heel veel situaties leggen. Als het een situatie is waarvan je denkt, holy fuck, waar, hoe moet ik hiermee omgaan? Ik weet het echt oprecht niet. Daar kun je dit overheen gaan leggen. Ja, mooi. Ik moet even één ding ophelderen. Eerdere podcast, als wij het hierover hadden, over jouw zwangerschap, spraken we over Spartacus. Ja. Want dat was de werknaam van onze toen ongeboren zoon. Ik kreeg toch regelmatig de vraag van mensen: hey, is Spartacus nou ook de daadwerkelijke naam geworden? Oh, is het zo? Nee, Spartacus is niet de naam geworden. Het had wel cool geweest. Ja, want epic. Dat is echt toch wel een strijder, hè, Spartacus. En dit was ook: het is, we gaan ook straks vertellen hoe eigenlijk de bevalling is verlopen. Ja. En uh, dan moet je ook wel een aardige strijder voor zijn. Zowel jij als de persoon die eruit moest. In dit geval uh, onze Spartacus. Mm. Maar we hebben hem Jason Daniel genoemd. Slabbekoorn. Dat zeg ik bewust even wat. wat uh... Met pauze. Ja, ja, ja. Uh, <laughs> Ja, want... Je stond zelfs nog te twijfelen bij het gemeentehuis of hij wel jouw achternaam zou ja, krijgen. Ja, ja, zeker toen de persoon daar zei, hey, goedemorgen meneer, slakkenboom. Um, u komt uw zoon aangeven. Toen dacht ik, oh, moet ik die jongen dit echt wel aandoen? Want Jason, dat gaan mensen verkeerd schrijven, want het is j a grieks i S-O-N. -S Daniel, wel of geen puntjes. En dan slakkenboom, slabbenkoorn, slaboom, whatever. Ja. Maar het was met de eer erna na om een familienaam weg te geven. Dus dat heb ik niet gedaan. En Daniel is gewoon zijn tweede naam. Dus we noemen hem Jason. Dus dan is dat uit de lucht. Als wij in het vervolg niet meer over Spartacus spreken, maar over Jason. Dan weet je dezelfde, dezelfde persoon. Ja. En iedereen zegt ook: Oh, leuk, drie J's, puur toeval. Want ze, eigenlijk zou zijn naam Daniel worden. Uh, totdat we Jason zagen en dachten: oh, Vinden we ook leuk. Dus toen gaven we ze allebei. Ja, en Jason is dan, vinden we, net, net wat krachtiger. krachtiger ja. en ook wel lekker internationaal. Ja. Dus zo doen. En dat het toevallig een J is. Ja, dat, dat is dat, echt toeval. Dat ja. is dan maar zo. Oké, okay, Sinette, waar, waar zullen we eens gaan beginnen? Want we, kennen, we kunnen hier natuurlijk 24 uur over spreken, zoveel is er gebeurd. Maar we moeten een beetje lijn erin aanbrengen. Ah, ik denk dat we moeten beginnen bij um, een klein stapje terug. Laten we zeggen, een jaar geleden. Um, toen we heel bewust begonnen met nadenken over het nieuwe leven. En dat we wel een kind zouden willen. En dat we daarvoor al stappen hadden gezet om echt bewust te gaan kijken. Hoe kunnen we ons leven zo indelen. Dat als er straks een baby is en daarna hè, ouder wordt en aandacht nodig heeft. Dat ik of jij, maar in ieder geval een van ons er echt bij aanwezig kan zijn. Dat we het financieel op orde hebben. Dat we het zakelijk op orde hebben. Dat we gewoon alles heel goed hebben staan. Daar is dit eigenlijk allemaal mee begonnen omdat we heel bewust wilden zorgen dat als wij een volgende stap zouden zetten voor een heel grote levensveranderende situatie, dat we in ieder geval en onszelf de rust konden geven, dat alles gewoon op orde is, maar ook als kind direct alles mee zouden kunnen geven van een zo goed mogelijke start. En nu is hoe je natuurlijk omgaat met zo'n situatie en wat, wat je wilt qua intensiteit bij aanwezig zijn bij je kind heel persoonsgebonden. Wij hebben ervoor gekozen om het samen te doen. En dat John wel degene is die het meeste in het bedrijf doet. Uh, op dit moment alles. Tenminste, uh, met de personeelsleden, maar niet ik. En dat hij daarnaast wel ook heel veel tijd met Jason kan doorbrengen. Omdat we het heel belangrijk vinden dat wij natuurlijk allebei aanwezig zijn bij hem. En daarover nadenken, dat heeft eigenlijk alles nou ja, op zijn plek laten vallen. En nou, het kwam op een gegeven moment dat we. Uh, dat ik zwanger was, dat we een kind gingen verwachten. En dan wisten we dus ook de basisstaat. De basis van het bedrijf staat, van het financiële staat, van onze relatie. Nou, die staat al 15 jaar goed, zeg maar. Ja. En, uh, en, en hier hebben we trouwens een keer een uitgebreide podcast over opgenomen. Met bewust het bewust moment ja. van verwekken en zo. Hè? Dus als, ja. als je dit luistert, je denkt: hé, hey, dat is interessant. zoek even terug een aflevering of vijftig geleden of zo. dat het hier ook echt over gaat. Ja, ja echt. Hoe hebben wij ons hierop voorbereid? Mentaal, emotioneel, spiritueel, financieel, zakelijk, alle vlakken. Daar begon dit eigenlijk, onbewust. En vervolgens, nou, zwanger. Zwangerschap, nou, die ging niet heel soepel. Ik was heel veel ziek, heel veel kotsen. Moest veel medicatie om überhaupt wat binnen te krijgen. En of te houden, eigenlijk. Um, het was niet een makkelijke zwangerschap. Ik kijk er niet op terug van, vanuit ellende en drama. Alleen dat is puur hoe ik naar kies te kijken. Want het ja. heeft geen nut om iets dat niet zo goed ging nog zwarter te maken in je hoofd, zeg maar. Ik denk veel mensen die, hadden, die in jouw schoenen waren gekomen... die hadden dat wel zo bestempeld, denk ik. Ja, dat denk ik wel. En als ik ook beschrijf hoe mijn zwangerschap verlopen is... want dat weet bijna niemand... want ik had geen behoefte en nog niet om dat allemaal te vertellen... Um, kreeg ik wel ook vaak de feedback dat dat heel heftig is. Ik had het ook bij de verloskundige. Daar gaf ik aan wat er aan de hand was. En die zeiden wel regelmatig... ja, maar je moet er wel echt wat aan gaan doen... want op zo'n manier gaat je lichaam dat helemaal niet trekken... En um, nou, dus de, de zwangerschap die verliep op zich niet soepel. Dat was, het was niet een fijne zwangerschap. Daarbij komt ook, maar dat is puur bij mij als persoon. Ik ben emotioneel en sociaal op zich wel heel goed onderlegd. Ook het empathisch vermogen is wel heel goed. Alleen als je van die tests doet met um, als je narcist bent, of wat is het toch ook maar in ieder geval mensen hm. die uh, hun emoties. Die lange tijd nodig hebben om hun emoties een beetje een plek te geven. Of op... Ja, nee, niet narcist, maar ik weet wat je bedoelt. Ja, in ieder geval niet emotioneel snel verbonden. Ja. Ik scoor daar bijzonder laag. En dat houdt eigenlijk in dat ik emotioneel heel makkelijk alles loskop van elkaar. En dat ik, ik ben niet het type vrouw dat al de hele zwangerschap. een soort van. Um, niet kon wachten. Het was voor mij gewoon, nou, dit doen we nu. En, en daarna komt de volgende stap. En dat zijn allemaal dingen die ook maken dat ik vrij makkelijk denk ik, omging met deze dingen die speelden, uh, puur fysiek gezien, om, ja, omdat dat mijn blauwdruk is. Dus ik, ik ga, als je dit hoort en je denkt, fuck, maar ik heb me de ogen en de kop gejankt, want ik had ook een zware zwangerschap. Ja, iedereen is natuurlijk heel verschillend daarin. En uh, nou, die zwangerschap, op een gegeven moment, nou superleuk natuurlijk, gingen we ook in december dat vertellen aan onze ouders. En volgens mij hebben we dat oktober. ook nog verteld. Oh ja, oktober. En um, nou, superleuk, want babykamers ingericht en ze gingen direct allemaal uh, spullen kopen. En, en superleuk, weet je op de volgende dag kwamen papa en mama binnen met, met een kledingsetje. En dat was dan de eerste en dat kwam dan uh, kwam er nog veel meer aan en dan moesten we samen maar gaan winkelen nog. En um, al, al die dingen, ja, dat was gewoon hartstikke mooi. Het was zwaar, maar het was heel mooi, het was heel leuk. En ondertussen liep alles gewoon door. Ons hele leven was eigenlijk gewoon was fantastisch en simpel. Het was echt simpel. En um, nou, toen op een gegeven moment, toen in um, ja, eigenlijk de laatste weken van het jaar, van vorig jaar, toen ging het met mama op zich nog steeds wel aardig goed. Alleen het lopen ging wat minder. Ze had wat meer pijn. Ze had wat kleine dingetjes. En kleine dingetjes op het moment dat je kanker hebt, kunnen hele grote dingen zijn. Alleen door corona, weinig tests, weinig check-ups, uh, de oncoloog was meerdere malen ziek. Allemaal dat soort dingen, waardoor er ja, nou ja, eigenlijk alles een beetje een soort van, ah, oh, dat komt nog wel. Omdat het ogenschijnlijk heel goed ging met mama. die voelde zich fit en die kon alles en die kon nog hun lunches en zo maken hier natuurlijk. Gewoon alle dingen deden we nog gewoon. En um, toen ja, ging het... Eigenlijk steeds langzaamaan, een beetje minder en minder. Maar zo geleidelijk dat we het eigenlijk helemaal niet echt opmerkten. Dus het was gewoon van, oh ja, nou ik heb een beetje meer vermoeidheid, ik heb een beetje meer dit, ik heb een beetje meer geslapen. En ook als ik de appjes terugscroll, dan zie ik ook echt een lijn in hoe het eigenlijk langzaamaan steeds minder goed ging. Alleen op dat moment. Ja, op dat moment, dan ben je daar helemaal niet zo mee bezig. Nee, helemaal niet. En dan was het op een gegeven moment een appje: Oh, nou, ik heb super lekker geslapen vandaag. Heel veel. Maar uh, voelt goed om, om zo rust te kunnen nemen. Zo zaten we erin. Nu, achteraf gezien, was dat eigenlijk waarschijnlijk al het begin van, nou ja, van de eindfase. Nou, dan weet je ook pas achteraf natuurlijk. En um, toen op een gegeven moment in. in Um, maart was dat, hadden we nog een afspraak staan bij de oncoloog voor een check-up. Nou, was weer de, onze vaste oncoloog, als ziek, was al die gezeik en gedoe. Maar um, ik zei al van ja, ik wil wel naar het ziekenhuis om gewoon eventjes een keertje te spreken met die kerel. Want ik had hem al een jaar niet gezien. En um, nou, dus dat, die afspraak hadden we staan. Maar de dag voordat we die afspraak hadden. Gebeurde, was er ineens een, een moment bij mama die ging even naar bed overdag en papa die, uh, die had haar geholpen omdat ze steeds slechter liep? Ja, en er kon dan een hernia zijn en dat ook vanuit de dokter. Hè, dat ze gezegd: er kon hernia zijn, kon gewoon vermoeidheid zijn, kon door medicatie komen, kon van alles zijn. En op een gegeven moment komt papa smiddags weer thuis en, en mama die lag nog steeds op bed. En hij zegt: ben je, ben je alweer naar bed gegaan? Nou ja, nee, zegt ze: Ik kom niet uit bed want ik kan niet meer lopen. Dat lukt mij niet meer. En dat was het moment, dus die dag voordat we eigenlijk naar, de, naar het ziekenhuis moesten. waarop we s'avonds, wij samen naar de spoedeisende Hulp zijn gaan. Papa en, en ik en, en jij was ook mee. En um, ja, toen kwam eigenlijk alles in een stroomversnelling en ik zat er met mijn zwangere buik. Ik was toen 35, 36 weken zwanger, zoiets. Ja, 35 geloof ik. Ja, volgens mij ook 35. En um, Ondertussen moesten er heel veel checks gedaan worden. Mama moest in het ziekenhuis blijven. En er werd gedacht dat er neurologisch wat aan de hand was, omdat ze ineens niet meer kon lopen. Dus een beknelling vanwege wellicht een hernia of een verschuiving van een bot, omdat ze ook uitzaaiing had in het bot. En um, er werd er een scan gedaan en toen bleek echt, echt oprecht uit het niks. En dat is ook het hele. Ja, Ik vind het echt nog totaal niet te bevatten eigenlijk. Dat is het, het super ongrijpbare. Helemaal uit het niks bleken er uitzaaiingen te zitten in haar hersenen en in het hersenvocht. En dat is, dat is het absoluut eindstadium, want er komt geen enkel medicatie meer bij, dan ben je, dan ben je kansloos eigenlijk. En um, die, ja, in die dagen werden alle onderzoeken gedaan. En het gekke was, mama lag in het ziekenhuis, papa en ik gingen toch naar de afspraak met de oncoloog die we hadden. En de, de, de metingen die daar gedaan werden, waren allemaal weer zoals altijd. Gewoon goed. De borst was rustig, lymf was schoon, botten waren rustig. Alle dingen die al gecheckt werden, waren rustig. Puur per toeval. Is al die scans gezien dat er dus uitzaaiingen waren waar geen, waar geen onderzoek naar gedaan werd. En, um, ja, en toen gingen ineens de laatste weken, en dat wisten we toen nog niet, want ik weet nog precies. We zaten daar 11, 11 maart zaten in het ziekenhuis. Mama is super fit nog hoor. Echt ja, het lopen ging niet zo best, maar verder echt gewoon fit aanwezig. En uh, waar ze altijd met z'n drietjes, papa, mama en ik, in het ziekenhuis. Want dat deden we eigenlijk altijd als, we, als wij in Nederland waren ook. En uh, toen zaten we tegenover de oncoloog en de verpleegkundige zat ernaast. En de verpleegkundige zegt: Ja, met, met dit beeld, chemo heeft oprecht geen zin, want dat gaat, dat gaat niks doen. Bestralen kan niet, want het is te ver uitgezaaid en medicatie is er niet voor. Dus, dus we kunnen niks doen. Zeg maar, normaal gesproken zouden we nu bespreken over een hospice bijvoorbeeld. Want de laatste weken of maanden uh, kun je dan in een hospice gaan om te kijken. wat hè, nou ja, een rustig einde van je leven. Maar, zegt ze, dan moet ik kunnen garanderen dat je binnen drie maanden dood bent. En ze zei het niet met die woorden, hmm. maar daar kwam het op neer. En zeg ze zegt, ik, ik kan dat absoluut niet garanderen. Zeg, want dit kan tussen dagen en maanden, maar soms zelfs jaren, nog doorgaan, afhankelijk van hoe snel het allemaal ontwikkelt. Nou, zegt ze zegt, als ik jou zo zie, zegt ze tegen mijn moeder, als ik jou zo zie, ja, dan ga ik niet garanderen dat het binnen zo'n korte tijd voorbij is. Want wat je ziet er fit uit, je bent sterk, je bent hartstikke, hartstikke aanwezig. Ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt. En wij konden ons dat ook niet voorstellen. Ik heb er eerlijk gezegd, ik heb er niet eens een seconde aan gedacht dat we het hadden over weken. Ik had er niet aan gedacht dat, dat we nog maar twee weken zouden hebben, letterlijk, waarin we normaal zouden kunnen communiceren voor, voor het laatst ooit. En toen zijn we naar huis gegaan met ja, de boodschap: het is, het is klaar. En ja, toen begon eigenlijk. Het was zo zwaar. Ja. Kijk, en dat is het. En um, dit, de inleiding is nu eigenlijk lang genoeg. We, we hoeven niet, ook voor onszelf, om niet. Het is wel goed om dit te verwerken, maar dit is natuurlijk super emotioneel. En, en we zijn altijd heel open en eerlijk. En ook in deze situatie. En nu we er echt weer zo over spreken, zien we het allemaal. En, en jij ook, Sinet. Je ziet het een keer weer helemaal terugkomen. En het is oprecht. Um, Buiten dat het wel een hele hechte periode was met elkaar, dus elke dag daarheen, elke dag heel vaak samen eten, het was in die zin wel heel hecht en het was ook heel mooi dat we het zo hebben kunnen doen. Maar het, was niet, het is niet leuk en het is eigenlijk verschrikkelijk. En, maar zeker op het moment dat je, in dit geval van Sinet, als je 36, 37 en die weken liep op, qua zwangerschap, dat... En je wilt er zo graag zijn. En je wilt helpen. En weer draaien. En dit. En je wilt ondersteunen. Terwijl je weet dat het eindig is. En um, elke keer was er opnieuw hoop. En dat maakte het allemaal zo'n rollercoaster. Echt oprecht een rollercoaster van emoties en gevoelens. En ja, het, het, in 2018, toen de ziekte. ...geconstateerd werd... Ja, ...toen was het lang niet zo erg natuurlijk... ...alleen toen was er ook eigenlijk geen hoop... ...maar door wat we zelf hebben gecreëerd... ...kwam er nieuwe hoop en dat bleek ook... Mogelijkheden. Ja, ...en die mogelijkheden die bleken ook te komen... Ja. ...want we konden naar Hawaii, we konden die dingen doen... ...je moeder werd fitter dan ooit... ...ze zag er misschien nog wel beter uit dan ooit in die periode... ...en nu, en doordat we dat hadden... ...van de afgelopen jaren... ...en dat was de mindfuck... ...want meerdere keren in die weken hebben wij samen gedacht... Hey, zou het dan toch nog iets mogelijk zijn als we dit gaan doen? Zou het dan toch nog mogelijk zijn als we dat gaan doen? En die combinatie van iemand echt wel afzien takelen, uh, de weken qua zwangerschap voor jou die oplopen, wat ook het een en ander hormonaal doet en emotioneel ja. doet, af en toe toch weer hoop. Ik denk ja, fuck, wat is dit voor kutzooi, joh. En en dat is het ook. En dat was het ook oprecht. Dat was ook oprechte kutzooi. Ja. En dan ga je richting. De laatste week, maar we wisten niet wanneer de laatste dag zou zijn of zo. We dachten echt letterlijk al drie weken daarvoor, zo slecht ging het. Alleen daar zie je aan wat een strijder. En het is wel mooi om zo te vertellen waarom we ook uiteindelijk voor Jason hebben gekozen, ook als naam. Maar eigenlijk ook Spartacus. Want als je ziet wat een, wat een strijder je moeder is geweest, dat is, dat is niet normaal. Als je, ik, ik denk dat er weinig mensen zijn met, met die ziekte die letterlijk tot het laatst echt hebben gestreden dat het gewoon niet meer echt niet meer ging. Want als we dat de dokter had dat nog nooit meegemaakt. Dus je kijkt naar de laatste urine die eruit is gekomen, dat was een bepaalde kleur. Nou, dat komt nooit voor, want dat betekent dat er letterlijk in je lichaam niks meer over is. Ja, dan heb je wel echt dan hebben we dus echt met iemand te maken gehad wat we al lang wisten natuurlijk. Als uh, als badass dat die moeder die heeft echt letterlijk gestreden ja, tot het eind. Alles goud ze kon. En die combi, wat jij nou ook beschrijft, dat daar, ik, ik zat daar iedere dag aan haar bed en ja, we deden alles wat we konden en, en tegelijkertijd konden we helemaal niks. Maar toch deden we wat we konden, wat binnen de mogelijkheden lag. En iedere keer moesten we schakelen tussen wie we waren op dat moment. Want Jij had gewoon je gesprekken, je had gewoon alle dingen die je deed. Ik wilde aanwezig zijn bij mama, maar ik wilde ook. De, ja, wilde en moest de laatste dingen voor de zwangerschap doen, want we hadden echt gewoon nog lang niet echt voorbereid, we hadden helemaal niet voorbereid verder, ja, we hadden spullen natuurlijk, ja. maar mentaal, ik had de laatste periode vrij ge geblokt in mijn agenda om, ja, mentaal en emotioneel er ook op voor te bereiden ja. op de zwangerschap, of op de bevalling, de, de bevalling en op, op vooral de komst van Jason. En, en dat ging allemaal niet. En ik zou het oprecht niet anders doen nu, achteraf. Ik zou het echt niet anders gedaan hebben. Um, maar dat maakte wel dat ik daarin een heel groot deel gemist heb. Omdat het eigenlijk al constant in het teken stond van ja, toch wel afscheid nemen, wekenlang. En wat we op zo'n moment constant doen, en dat kan heel um, plastisch klinken of zo, heel uh, statisch. Roboticaal. Zeg maar. Ja, ja. Maar wat we doen is, we oprecht schakelen van hoe we komen opdagen. En letterlijk, op het moment dat ik dus bij mama zat, was ik alleen, was ik gewoon daar. Ik was niet met werk bezig, we, we, ik, de, ik deed niks. Ik was gewoon bij mama en papa en ik keken, want papa was er ook non-stop. Papa en ik keken iedere dag één of twee comedies. Om echt die, dat hebben we vanaf het begin af aan gedaan, Com cabaretiers of comedies. Om die balans te houden tussen het hele zware, maar ook het wel luchtig maken voor ons. Ja, voor papa en mij in dit geval, als we erbij zaten bij mama. En um, als ik daar wegreed, schakelde ik. Ja, soms huilde ik de hele weg naar huis, maar daarna schakelde ik dan als ik het huis binnenkwam. En was ik bij John? Was ik aan het werk, als ik nog wat werk wilde doen? Was ik aan het voorbereiden op de bevalling en op de komst van Jason? En, niet omdat ik dan negeerde dat mama daar lag en dat, dat al die dingen gaande waren, maar omdat het anders niet te doen is. Want dan neem je overal, en dat is het ding wat de meeste mensen doen, dan neem je overal dat ene ding wat je leven op dat moment heel zwaar maakt, in mee. En dat wilde ik niet voor, voor onze relatie, want die zou er prima tegen kunnen, alleen dat is niet wat ik wil. Maar zeker niet ter voorbereiding op de bevalling en de komst van ons kind. Ik wil niet dat daar een zwarte deken overheen ligt, want het is al een zwarte deken genoeg. Als we het alleen bij de betreffende situatie houden. En de keus die we daarin maken, en dit is heel belangrijk, dit is een specifiek gekozen woord ook. De keus die we daarin maken, is dus heel bewust schakelen tussen wie we zijn op dat moment, hè, die identiteit waar we het vaker over gehad hebben, en hoe we komen opdagen, wat het meest werkbaar is voor de situatie waar we op dat moment zijn. En dat is enerzijds training, maar dat is anderzijds ook echt oprecht niet meegaan in die verhalen in je kop op dat moment. Want reken maar dat ik heel vaak s'avonds, ik heb echt heel veel momenten gehad s'avonds dat ik zat te huilen. Alleen dat doe ik dan, ja, een soort van eh, voluit. Ik ben op dat moment echt aan het janken en daarmee bezig, met mama, met, met de dingen die er spelen. En dan switch ik. En dan ben ik weer aanwezig op een andere manier. En als je dat gaat doen, dan ga je dus voorkomen dat je overal de sluimer van datgene dat heel zwaar is in mee gaat nemen. En het is een beetje hetzelfde als dat voorbeeld wat ik zo straks al gaf met die mevrouw. Die ja, alles kwijt en, en de bijstand en, en totaal ander leven. dan ze ja, had en dan ze ook wil waarschijnlijk. Ook voor, haar, voor, voor een situatie als die van haar geldt dat op het moment dat je alleen maar gaat nadenken over. Hoe het vroeger was en hoe je vroeger alle dingen wel kon doen, wat nu niet meer kan. Over alles wat er was, maar nu niet meer is. Of alles wat er niet gaat zijn. Wat je wel dacht dat er zou gaan komen. Zoals wij hadden met mama, die dat zagen helemaal voor ons hoe ze oma zou zijn. Als je alleen maar bezig bent met wat, wat er was of wat er niet gaat komen. dan ben je alleen maar in het verleden en het heden aan het leven. Of het verleden en de toekomst aan het leven. En dat is absoluut onwerkbaar als het gaat om het leven dat je hier nu hebt. Met je relatie, met je vrienden, met je gezondheid, met alle dingen die je moet doen. Dus de eerste stap eigenlijk in een situatie als dit. Die ik oprecht hoop dat je nooit, nooit van je leven mee hoeft te maken. De je niet, maar alleen al gewoon het ziekbed alleen. Wat een verschrikking. Um, als je daar in staat gaat zijn op die manier in het nu te leven dan ga je enerzijds volledig aanwezig zijn met wat nu belangrijk is, en ga je anderzijds zorgen dat op het moment dat je daar uitstapt, dus echt uit dat moment stapt, het nieuwe moment waar je nu instapt, wat het ook is, hè, relatie, gezondheid, whatever, dat je dat voluit kunt leven. En dat is waar het vooral om gaat op die momenten, in het nu voluit kunnen leven. Ja, en, en weet je wat het is, hè? Laten we zeggen, ongetrainde minds. Wat ik daarmee bedoel, stel hè, je luistert dit als eerste podcast ooit van ons. En je hebt nog nooit iets gedaan met persoonlijke ontwikkeling. Of misschien één keer iets of zo. Dan ben je over het algemeen gewoon een ongetrainde mind. Ja. En wij hebben heel vaak gesproken over het reptiele brein. Dus die stem in je hoofd. Die je op de plek wil houden waar je nu staat. Die identiteit, wat we nu hebben besproken. De positie waar je van uitkomt. Dat is dan allemaal nieuwe materie. Klinkt goed, maar doet niks voor je. Dan kom je in zo'n situatie terecht zoals wij dat nu hebben gezeten. En dan is het voor het brein heel erg fijn. En dat is waar het denk ik vaak ook misgaat. En dat waar dingen gecombineerd gaan worden, wat jij net zo mooi zegt, die je eigenlijk los wil kunnen trekken van elkaar. Anders wordt het heel zwaar. Heel veel mensen kunnen dit niet, wat wij hebben gedaan. En niet om onszelf um, boven iemand te zetten, helemaal niet. Maar juist om de les daarin te delen. Die, die gooien die dingen dan op één hoop. En dat is ook nog wel een soort van comfortabel. Want dan zit je in een bepaalde misère. Dus stel nou voor, je bent een ongetrainde mind. Je moeder is dodelijk ziek. En je bent zelf heel hoog zwanger. Ja, hoe fijn is het om dan eigenlijk daarin mee te gaan? Een soort van zelfmedelijden te creëren. Van kijk, mij nou eens, ik heb het heel erg zwaar. Dus het is ook niet erg. Als ik, als je ook een eigen bedrijf hebt. Het is dus ook niet erg om nu niks aan mijn bedrijf te doen. Want kijk nou, eh, dit is toch logisch. En, maar zo gaan, denk ik, 80% ja. van de mensen door het leven. Nou ja, je zag het natuurlijk al op een gegeven moment ook bij de crematie. Op de dag zelf, maar ook rondom. Wat doen mensen? En die bedoelen dat heel lief en heel goed, maar dit is precies wat, wat we doen met alles op één hoop gooien. Mama is overleden. Dat wordt volledig gekoppeld aan mijn zwangerschap. En de meeste mensen die hadden het zwaarder met het feit dat ik met 39 weken zwanger. op de crematie van mijn moeder stond. Hè, die combinatie, zeg maar. Ja. dan ikzelf. Ik, ik was puur alleen bezig met mama. Ik heb daar alleen. Ik, ik, ik was natuurlijk wel zwanger, maar ik nam dat niet mee. Ik zie dat nu ook niet. Um, het zijn twee losse dingen. Het zijn twee hele losse situaties. En de meeste mensen die kwamen opdagen vanuit, oh wat verschrikkelijk dat ze precies nu is overleden. Ja, als het een jaar eerder was geweest, was het net zo kut. Als het over drie weken was geweest, ook. Als het over, over vijf jaar was, ook. Het is altijd heel naar. En mijn zwangerschap die staat daar in de basis los van. Maar dat is wat ons brein doet. Die gaat dus ook hierin weer kijken naar. Jou. Ja, oh ja, nou, je bent zwanger. En dan komt daar de kleine. En dat had ze zo graag mee willen maken. En dat is zo. En, en wij hadden het zo graag anders willen zien. En dat is niet het geval. En op het moment dat je dat ja, kunt omarmen. Ook al ben je het er niet mee eens. Want nogmaals, ik ben het er niet mee eens. En nee, het heeft het, niet onze voorkeur. Nee, ik vind absoluut de, de kutste situatie die je maar kunt verzinnen. En we kunnen niks aan veranderen. Dus op het moment dat ik alles ga versmelten met dat verdriet... inclusief de zwangerschap, komst van de baby, al dat soort dingen... dan wordt alles vervelend, dan wordt alles verdrietig. En dat is wat je dus kunt voorkomen als je in staat gaat zijn om te schakelen... en, en daar echt in die zin ja, een keuze in te maken van... nou, nu even niet huilen of rouwen, of nu juist wel. En, en als je daar de stap in gaat zetten, dan ga je voor jezelf het lichter maken... Zonder, want het heeft niks te maken met wegdrukken. Zonder het wegdrukken van de emotie, voelt je je omarmt ze juist volledig. Zonder dat het een negatieve invloed hoeft te hebben op alle andere vlakken van je leven. Ja, want dat is mooi om, om zo richting het einde te gaan ook. Want hij is al uh, beladen genoeg deze podcast. Shit. Ik kreeg een paar keer ook te horen van uh, tijdens die periode. Hé hey John, jij, uh, jij, jij kan je, je altijd wel aardig sterk houden in deze situaties, of niet? En ik zeg, nou, dat heeft echt absoluut helemaal niks met sterk houden te maken. Vijf jaar geleden, dan had ik me in zo'n situatie sterk gehouden. Want dan was ik een ongetrainde mind, ik gooide die dingen op een hoop, dat wilde ik niet laten zien, want ik wilde geen zwakte tonen. En dan had ik me inderdaad sterk gehouden. En dan denk je er letterlijk niet over na, hè? dan hoef je het niet te voelen. Ja, exact. En dat is een manier, niet echt een werkbare manier, denk ik. Nu heb ik het zo omarmd, omdat ik er zo bewust van ben, dat ik elke keer, wat je net, wat jij net ook zegt, in het moment ben, wat er eigenlijk van mij gevraagd wordt. En ik vertel de laatste podcast, heb ik, de laatste paar podcasts heb ik hier meer over verteld. Ik heb hier Instagram TV's over gedeeld. Je hoort nu misschien meerdere keren hetzelfde in de afgelopen maanden. En het is fucking belangrijk om dit soort dingen vaker te horen. Ja. Want in een vingeknip ben je terug bij alles op één hoop gooien. Want dat is namelijk wat we doen, wat ons mind doet, alles altijd op één hoop gooien. En daarom is het gewoon heel belangrijk om elke keer opnieuw te beseffen, oké, okay, wat wordt er eigenlijk van mij verwacht in welke situatie? Wie moet ik dan eigenlijk zijn in die situatie? En hoe kan ik daar volgens het beste mee dealen voor mezelf en voor mijn omgeving? Nou, en dat vond ik wel bij jou heel mooi hoe jij dat deed. Want jij, um, kijk, ook daarin en dat wil je ook beseffen, de omgeving heeft wel een mening over hoe het hoort, hè? Nee. hoe je hoort te rouwen, hoe je met zo'n situatie omhoort te gaan. Um, er is niet iets dat hoort, er is niet iets dat goed is. En wat jij heel mooi deed was, jij was aan het werk. En op het moment dat ik zei, midden in je werk, ja, we moeten nu heen. Dan was je werk aan de kant. Dacht je er geen seconde meer over na, was je met de familie. En op het moment dat je met de, bij de familie wegging en je ging spreken met de klant, bijvoorbeeld, was je met de klant. En ik weet nog dat dat, dat ja, eigenlijk gewoon als een soort van heel knap ervaren wordt door de meeste mensen. Dat je zo kunt schakelen, eigenlijk als het ware. Maar dat maakte wel dat jij in staat was om volledig er voor mij te zijn, volledig voor de familie te zijn, volledig te zorgen dat het bedrijf gewoon door blijft draaien. Alle, eigenlijk gewoon alle ballen hoog houdt. Je moet er wel moeite voor doen, maar ook zonder dat het je um, soort van boven de kop groeit, boven de pet groeit, zeg maar. En ik denk dat dat een kwaliteit is, ja, dat, dat, dat vind ik echt, echt bewonderenswaardig. En ik snap natuurlijk waar het vandaan komt, omdat je er zo in getraind bent. Maar ik denk dat dit de meest werkbare manier is voor de meeste mensen om überhaupt door het leven te gaan. En echt te kiezen aanwezig te zijn, dus bijvoorbeeld ook in je bedrijf, ook al lijkt de rest van je leven helemaal naar de tering te gaan, zodat je in ieder geval dat stuk waar je nog kunt presteren en waar je in ieder geval kunt zorgen dat je de familie kunt ondersteunen op wat voor manier dan ook, want hè, financieel ondersteunen is ook ondersteuning. Um, en daarnaast dus emotioneel en fysiek aanwezig kunt zijn op de momenten dat het nodig is, dat je dan een bijzonder krachtige combinatie op de tafel legt. Ja, en anders krijg je weer dan kan je alles op één hoop gooien. Maar vervolgens heb je ja, dan eigenlijk op elk domein van je leven een puinzooi. Yeah. Dan kan je maar beter zorgen dat je misschien op één of twee domeinen van je leven een soort van puinzooi hebt. Dat je dat gericht kan gaan oplossen. Yeah. Dan dat je alles op één hoop gooit. Dat probeert te ontwarren, maar dat lukt op een gegeven moment niet meer. Yeah. Ik heb nog één mooi laatste voorbeeld. En dan kan ik ook nog gelijk verklappen wat Jason eigenlijk betekent. En hoe mooi dat in het geheel samen is gevallen met, met je moeder. Gisteravond, echt letterlijk op het moment van opnemen, gisteravond. Onze Jason is super rustig. Het is een heel lief en uh, makkelijk veentje. Ja. Als, uh, nou, als, als we hem hebben verschoond, pist hij ten eerste eerst in de rond en hij pist hem er de hele tijd onder. hij ja, jou de dat, hele tijd. Ja, maar dat is trouwens ook een, een shift in identiteit. Want ja, nu ben ik blijkbaar iemand die eronder gepist wordt. Ja. En op je hand gescheten. Ja, ja ook uh, dat soort dingen. Dat ja, ligt echt aan jou. Is ja, bij ja, nul keer ja, 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 ja. Laten we het even smakelijk houden. Maar. Dus dan heb ik hem, heb hem verschoond en, en, en dan heeft hij eerst verschoond en dan heeft hij wat gedronken. En best wel veel trouwens. Ja, hij is net zijn vader, hè? veel eten. <laughs> <laughs> maar normaal gesproken, eigenlijk de afgelopen zeven dagen, gaat hij liggen en dan gaat hij pitten. Ja. Voor drie uurtjes en dan begint het ritueel opnieuw. Ja. Dus dan hadden wij bedacht, dat is een mooi, mooi systeem, dat is ook hoe wij in de relatie altijd zijn. Hè? We bespreken dingen en vervolgens stemmen we dat op elkaar af, zodat het werkbaar is voor iedereen. Ja. We hoeven we niet egoïstisch in te zijn. En, dan, en als iets niet werkt, spreken we erover. Maken we correcties. En gaan we dat aanpassen. Ja. Dus ik, ik train nu niet meer s ochtends op het moment. Want dat, dat lukt niet zo goed. Want mijn nachten zijn wat te kort daarvoor. Dus ik heb een avondblok. Dus jij gaat in de avond gewoon echt naar bed. Dus uh, laten we zeggen tussen 8 en 11 Zoiets. Dat is dan het blok wat jij echt afgefocust kan slapen. Ja. En ik kan dan normaal gefocust werken. Want dan gaat hij in het bedje bij mij op kantoor. Superschattig. Werkt heel goed. Of heel af en toe in de draagdoek. Maar meestal in het bed. Gisteren. Wil die niet? Het was heel tijd jammer, hele tijd jammeren. En dat is, dan, dan kan je daar ook in meegaan, dus ik zou daar geïrriteerd van kunnen raken. Als Godverdomme, doe nou eens normaal, klootzak bijvoorbeeld. Maar ja, als je dat tegen je zoon zegt van acht dagen. Ja, dus... ah, doet dat doet niet zoveel. Nee, dat is heel onwerkbaar, heb je vooral jezelf mee. Ja. Dus ik lach er dan ook een beetje om en ik doe wat ik moet doen en vervolgens uh, creëer daar geen verhalen omheen verder. Alleen ik had allemaal werkzaamheden in mijn planning staan. Nou, dat lukte gewoon niet, want dat was een podcast opnemen en een video opnemen. Ja. Nou, met een jammerend kind op je buik is gewoon, leidt wel af. Ja. Voor mezelf en ook voor de kijker en luisteraar, ja, leidt Li wel af. Maar toen zag ik dus eigenlijk ook mijn routine verdampen. Een routine die we net een paar dagen hadden gecreëerd. Dat ik dan om twaalf uur naar bed kan en dan tot zes uur, ik sla dan één run over. Dan heb ik in ieder geval zes uur gefocust slaap. En dat lukte nu niet. Maar jij was ook wat later erin. Vroeger was de egoïstische John zeg maar, die ken je wellicht nog oh, wel. Oh zeker wel, dat kan ik zo voor de geest halen. Ja ja, de egoïstische John, die had dan gedacht, ja fuck it, ik, uh, ik moet gewoon naar bed. 12 uur, 12 uur. Ja precies, ik uh, jammerend of niet, ik leg gewoon bij en dan heeft zij maar geen slaap. Ja. nu denk, ik, nee, dat gaan we niet doen. Jeannette, die heeft gewoon die slaap ook nodig. Slecht meenige drie uurtjes. Exact. Afgebroken. Ik heb weliswaar een kantoorsessie morgen, dus vandaag het moment van opnemen. Maar eh, ik moet het maar werkend krijgen. Dus ik heb tot 12 uur wat werkzaamheden gedaan. Ik heb hem de hele tijd op de borst in een draagzak gehouden. Werd hij heel rustig van. Ik ben op de bank gaan liggen op mijn kantoor. Een beetje gaan dommelen. Ik denk, dan doe ik dat vast. Hij ligt in die zak, dus hij kan er ook niet afvallen. En vervolgens kwam jij om half twee of zo. Ja. Was je eerst je kind kwijt. Ja, ik wat de fuck, waar is hij nou? Ik overal zoeken. <laughs> ja, lag hij gewoon op, op mijn buik, een beetje half onder ja. de dekens. Nou, en toen heb ik hem nog even verschoond. En uiteindelijk lag ik er twee uur in. Hadden we de afspraak: oké, okay, dan ga je er niet om zes uur uit, maar om acht uur. Dus het ritme was wat verschoven. Waarom vertel ik dit? Dit is ook een positie waar je vanuit komt. Ik had kunnen denken, wat een kutzooi... en hebben we net een routine en dit en dat. Nee, ik denk, wat is het beste voor iedereen? Hoe kunnen we deze situatie werkend krijgen? Dat gaan we op deze manier doen... en morgen is het hopelijk weer anders. Ja, en, en ook vanuit mij. Ik had ook kunnen zeggen, ja nee... want om zes uur kom je gewoon bij me... want dat is wat we doen. Alleen ik snap ook wel dat vier uur slaap... nog minder is dan zes. En zeker als je echt een drukke dag hebt... en morgen weer, dat is heel onhandig. Ja. En, en vanuit dat punt kom ik ook vanuit... ja, als ik heel eerlijk ben... ik hoef de hele dag niks. Ik ben aan het voeden... Verschonen, slapen, ik douche een keer overdag, ik ga een keer in de sauna. En um, that's it. Dus voor mij maakt het minder uit in die zin als ik moe ben. En um, op zo'n manier daar constant in kunnen shiften. Daar constant keuzes in maken of het nou is zulke dingen die eigenlijk gewoon hartstikke mooi zijn... ...alleen ja, soms mis je niet helemaal precies zoals je zelf gepland had. Mm. Of hele zware situaties. Of gewoon eigenlijk alle situaties ook al zijn ze neutraal... Dat gaat maken dat je overal altijd weer in het moment, in het nu kunt leven. Keuzes kunt maken die werkbaar zijn, ook voor de toekomst. Hè? Want je wilt wel kijken naar de toekomst. En waarin je dus ook bewust tijd kunt blokken voor het verleden. Als het nu bijvoorbeeld gaat om rouw, dat is in het verleden. Maar dat is wel heel werkbaar als je dat toestaat. Omdat je anders, het komt er ooit een keertje uit. Dus je kunt het wegdrukken, maar dat ga je de oorlog niet meer winnen. En dan heb je een combinatie te pakken waarin je. Alles doet wat nodig is om het nu zo werkbaar mogelijk te maken. En dus te voorkomen dat je overal dat zware of dat moeilijke in meeneemt. Waar we het eerder over hadden. Zodat je ook de dingen die echt oprecht fucking leuk zijn in je leven. heel fucking leuk kunt laten zijn. Ondanks één of enkele of meerdere situaties die absoluut niet je voorkeur hebben. Nou, hé. Hey. Ik, ik moet zo nog, toch nog even die naambetekenis vertellen. Maar jij slaat nu een brug, jongen. Ik had geen Call to Action bedacht. Maar eh, gelukkig om niks en ondanks alles. Ja, dat is Gelukkig wel. ondanks alles. Ja. Eh, als jij nu nog steeds aan het luisteren bent... of aan het kijken op YouTube... respect, dank je wel sowieso. Doe trouwens even een duimpje tussendoor. Maar... Eh, als je dit interessant vindt, deze materie... en je wilt hier meer over leren... je wilt eigenlijk leren om te exceleren op ieder vlak van je leven... je wilt kunnen schakelen in, in de verschillende rollen elke keer opnieuw... en je wilt kunnen voelen, dus niet ja. alles wegdouwen... Ja. ja, dan is de University of Excellence van jou, van net, die, ja. ja. die is echt geniaal. Die is echt geniaal. Het is een lidmaatschap. Dat kost praktisch niks. Volgens mij 25 of 26 euro per maand... of 200 piek voor een ja. jaar. Ja. En dan kan je gewoon... laten we zo zeggen... Het is eigenlijk niet meer mogelijk kunnen we wel zo stellen om met jou één op één te werken. Nee, ik denk niet dat het. En, en wellicht dat je dat nog eens voor drie mensen gaat doen of ja, de zo. De klanten die ik nu heb, ja. die mogen blijven zolang ze willen. Ja, dat exact. Fantastisch. En er is altijd wel vraag naar nou om met jou te werken. Want op een of andere manier werken mensen toch nog liever jou, met jou dan met mij. Ja. En dat kan ik me op zich best wel voorstellen <laughs> natuurlijk. Uh, jij bent natuurlijk nog een stuk beter dan ik. Maar hey, dat, dat terzijde, ik ben ook goed in andere dingen. Nee, gekheid. Al jouw kennis en ervaring van de afgelopen plak, pakweg 15 jaar, ondernemerservaring, persoonlijke groeiervaring, zit daarin verwerkt. Dat kunnen we rustig stellen. Dus op het moment dat jij de materie die net ook vertelt interessant vindt, ga gewoon eens naar universityofexcellence.nl of ga naar... Uh, ja, dat is net wolf.com. Mm -hmm. Of stuur een DM als je het allemaal te moeilijk vindt, dan stuur ik je de link. Of stuur een mail naar shonetlswb.nl. Ga daar naar kijken en ga je aanmelden. Als je niks vindt na een maand, stop je er gewoon weer mee. Maar ik denk, als je dit soort materie van deze podcast interessant vindt, dan is dat geweldig voor je. Ja. En de investering is een fractie van één op één werken, wat niet eens meer kan met jou. Nee. Dus, tot slot. De naam Jason betekent genezer. En dat was echt heel mooi. We zaten steeds elke dag aan het bed. Jij zat heel vaak aan het bed bij je moeder. En ze raakte steeds meer van de wereld. Steeds meer in een eigen wereld. Maar af en toe, als we haar nog wel konden verstaan... en als ze nog wel even wat kon vertellen... dan, dan vertel ze ook, maar ik heb wel contact met hem. En dat ging dan ook over Jason. Ik heb wel contact met hem. En ik praat wel met hem. En je merkte gewoon dat er inderdaad al een connectie was tussen ja. hun beiden. Ja. Jason in jouw buik, je moeder die eigenlijk steeds meer een, een baby werd. Eigenlijk zo gezegd. Dat was heel magisch om te zien. En... We wisten al dat we hem Jason gingen noemen, dat hadden we in de tijd dat ze nog goed was, hadden we het al verteld. Maar toen in één keer zagen we, oh ja, Jason betekent genezer. Als we zien die, die connectie die ze hebben samen, het was dan niet letterlijke genezing als dat je moeder hier nog aan tafel zit. Maar ja, ik kan wel vertellen, ze is echt wel in een soort in vrede is ja. heen gegaan. Ja. Alles wat nog verwerkt moest worden, is in die laatste ja. weken verwerkt. Oef. En ik ben ervan overtuigd. En je kan het zweverig spiritueel noemen dat onze Spartacus toen als strijder, want toen was het ook zeker een strijder, maar daarna ook Jason de Genezer dat die daar zijn aandelen heeft gehad. Ja, had. dat denk ik ook echt. Ja, het is en dat is wel heel mooi want dat het niet spreken ter verduidelijking door de kanker wordt alles allemaal zwakker en zwakker. Mm. Dus ze kon ze kon niet meer praten mm. en, um, en inderdaad, die paar momenten of dat we dan wat zeiden, de de echofoto hing ook aan haar bed ja. naast haar. En dan hoefde we maar te zeggen: oh, ik, heb weer, ik ben weer uh, het hartje gaan luisteren. En dan liet ik het hart ook luisteren. En dan een grote smile op haar gezicht: dat was, dat was prachtig. Ja. En um, ja, het, is, het, het was een hele bijzondere periode. Het was, het was mooi in de zin van heel fijn dat we dit met z'n allen hebben kunnen doen. En dat, het, het, het was in die zin echt: we hebben het echt fantastisch gedaan met z'n allen. Gewoon 100%. En um, ja, het is ook letterlijk de allerzwaarste maand uit mijn hele leven geweest. Ja, de hele bevalling hebben we nog niet over gehad, maar dat komt wel maar keer wel. Ja, oh ja, dat zijn we nog vergeten. Nou goed, in, het was al zwaar beladen genoeg. Dus ja, uh, het, het, nog laat nog maar zeggen, mee. het was een marathonbevalling. waarvan de, één tipje van de sluier, de vliezen waren op zaterdagavond kwart over zeven gebroken. En 72 oh. uur en een kwartier later. Ja, werd onze Jason geboren. Ja. En in, in die tussentijd is er een hele hoop gebeurd. Dat komt nog wel een beetje. <laughs> Dankjewel <laughs> voor je aandacht. Tot de volgende <laughs> ja. volgende. Ja. Ja, heel leuk dat je weer deze video hebt gekeken op ons YouTube-kanaal. Je weet inmiddels hoe het werkt als het goed is. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan even op de knop abonneren. Druk op het belletje zodat je de notificaties ontvangt als er weer meer van die geniale video's van ons online staan. Vergeet ik nu nog wat? Reacties. Laat reacties achter onder onze video's. Deel het met iedereen die dit moet horen. Ja, en meer. Ja, als je een gesprek aan wilt vragen, ga naar lsb.nl slash gesprek. Ja, dat is ook nog wel een goeie. Ja, zo volg we... ons op Instagram, at lifestyleofbusiness.nl en at Jeanette Wolf. Ook dat nog, ja. En Facebook ook nog, lifestyleofbusiness op Facebook. Nou, dat zijn een beetje de kanalen. John op LinkedIn. Hé, hey, volg me daar ook. En doe een vriendschapverzoek. En dat was hem, denk ik. Dat was het. <laughs> doei, doei.